Hallo, wij zijn Melanie en Rosa en wij zitten op OBS het Kraaienest. Wij gaan het project doen over de frisse blik met iPads en we gaan nu mensen interviewen over social media. En wij hebben stelling bedacht. Is social media verslavend? Ja, in mijn geval wel, want je gaat maar door, zeg maar, met appen. Daar ben ik het mee eens, daarom doe ik er niet aan mee. Okay. En waarom bent u het daarmee eens? Omdat ik vind dat iedereen er veel te lang achter zit, overal veel te veel gebruik van maakt. Je moet gewoon met elkaar kunnen praten, elkaar aankijken. En niet zoals het is van de hele dag maar lopen te scrollen. Daar ben ik wel mee eens, ja. Want voor je het weet is er alweer een uur voorbij. Terwijl je andere dingen wil doen. Ja, het is zeer verslavend, ja. Kent u mensen die verslaafd zijn in social media? Nee, nee. Ik ken mensen die daar heel verslaafd aan zijn, maar ik doe er verder niet aan mee. Zit u wel eens op social media? Dat mag ik niet op mijn werk. Wel thuis, maar niet op mijn werk. Ja, zeker. Elke dag. Nee. Heeft u kinderen? Nee. Ja, die heb ik. Drie kinderen heb ik. En die hebben alles. Ook heel veel apps. Wat voor apps weet ik niet, maar die zitten veel op social media, ja. Ja, ja, we hebben kinderen, we hebben kleinkinderen. Hoeveel? We hebben drie kinderen. Ja. En heeft u die regels gegeven over social media? Nou, ze mogen voor mij, als een huiswerk af is, dan mogen ze op de social media. En 's avonds, als ze naar bed gaan, dan moet de iPad en de telefoon moet allemaal thuis blijven. En moet allemaal beneden blijven. Dus ze mogen dat niet meenemen naar hun slaapkamer. Zijn die verslaafd aan social media? Nou, die zijn er niet aan verslaafd, maar het werkt wel verslavend. Dit waren de straatvideo's. We gaan nu op naar de thuisvideo's. Zit je wel eens op social media? Ja, heel soms. Ja. Wat voor soort apps gebruikt u? WhatsApp en af en toe een app voor mijn cv-ketel. Ik gebruik Twitter, Twitter-app, LinkedIn. En ik zit wel eens op YouTube, maar dan interacteer ik niet, dus dat is niet zo social. En WhatsApp. Mijn vader is een beetje ouderwets, dus die heeft social media pas net ontdekt. Maar hij heeft wel een aantal apps die met social media te maken hebben. Hij heeft WhatsApp. App voor cv-ketel, zoals hij net al ons heeft verteld. En dat waren de apps van mijn vader. Voor de rest... Heeft hij niet echt apps? De rest moet hij nog ontdekken. Nou, mijn broer die maakt alleen gebruik van WhatsApp. Daar heeft hij al zijn vrienden op. En hij zit ook wel eens met ons op YouTube of op Google. En voor de rest is hij niet vaak bezig met social media, alleen als het echt moet. En ze gebruikt ook, zoals de meeste mensen, Facebook... En natuurlijk WhatsApp. Wij hebben stelling bedacht, social media is verslavend. Bent u daarmee eens of oneens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat er veel mensen zijn die de hele dag de behoefte voelen om te checken op bijvoorbeeld WhatsApp. Of er nog berichtjes zijn. En daardoor vergeten om gewoon te leven. Nou, voor mezelf niet, maar voor... Voor kinderen en mijn vrouw in het bijzonder wel, ja. Dit waren onze straat- en thuisvideo's. We hopen dat jullie hebben genoten van onze film. En ik geef nu over aan Rosa. Namens Melanie en mij danken wij de Frisse Blik voor dit hele leuke filmproject.